Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Tech Tuesday. Deze keer ga ik je uitleggen hoe je je Instagram Stories een beetje cooler maakt dan die van de rest. Instagram krijgt steeds meer functies en met name dan Instagram Stories. Een soort van slideshow van wat je allemaal hebt gedaan de afgelopen 24 uur. Maar hoe zorg je er nou voor dat zo'n story ook leuk wordt om naar te kijken door je volgers? Een paar pro-tips om je stories wat te pimpen. Je begint natuurlijk altijd met een foto of een video. En om die foto of video gelijk wat context te geven, voegen we gelijk de locatie eraan toe. We zijn hier in Alep, Amsterdam, dus hop, die gaat erop. Als je nou heel fanatiek stories aan het maken bent tijdens jouw zonvakantie, terwijl de rest van Nederland zit te bibberen in de winter, dan is het natuurlijk ook altijd leuk om nog even de temperatuur toe te voegen. Een leuk gifje kan in je video natuurlijk ook niet ontbreken. Je kan hem zelfs vastzetten op een bepaalde plek in de video door hem even vast te houden. En tenslotte, voor de interactie met al je volgers, voeg je ook nog een polletje toe met een leuke vraag. Nou, ziet er leuk uit toch? Misschien een beetje too much, maar je kan er zelf jouw favorieten uitpikken natuurlijk. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Nou, dat was het weer voor deze week. Het was een beetje kort. Laat me weten wat je ervan vindt. Vergeet ook niet te subscriben natuurlijk op het YouTube-kanaal van EditieNL. En ik zie je de volgende keer weer. En die duimpjes omhoog, hè. Doeg!